We zijn terug van weg geweest. Mijn naam is Carlo Teunissen en dit seizoen presenteer ik Excelsior Thuis. We trappen het seizoen af tegen Topos. In eigen huis nemen we het op tegen de Brabanders. Maar wat kunnen we eigenlijk verwachten van deze pot? Ik verwacht een ploeg met heel veel positieve energie. Die met hoge intensiteit speelt. Verzorgd voetbal. Misschien doet het wat pijn en moeite, maar de 3 punten dan. We zijn toch niet meer gewend om met publiek te spelen. Dus dat hoop ik dat wij uitstralen, dat dat overslaat op het publiek. En mochten we een mindere fase hebben in de wedstrijd, dat ze hun weer ons helpen. En dat over dode punten heen helpen. Dus dan kunnen we het mooi na afloop met elkaar vieren. We zijn druk bezig met het samenstellen van de selectie. Nick, kan je een update geven hoe wij ervoor staan? De laatste anderhalve week hebben wij 3 spelers aangetrokken. Bogeens, komt van Topos, Sven Nieuwpoort. En we hebben Modeste Doku aangetrokken. En we zijn erg blij dat deze 3 jongens erbij zijn gekomen. De aantallen kan ik nu nog niet noemen en de dagen ook niet. Maar we zijn enorm druk bezig en er gaan zeker spelers de komende weken bij komen. Hebben jullie hem al ontvangen? De seizoenkaart. Dit jaar is jouw seizoenkaart meer geld waard. Scan de QR-code en profiteer van alle toffe Support Your Family deals. Heb jij hem nog niet ontvangen? Stuur dan een mailtje naar onderstaand e-mailadres, dan help je graag verder. Tot de volgende keer!